De stichting is er vooral voor kansloze dieren. Vooral oude dieren, dieren die geen kans meer hebben om in een normaal gezin op te groeien. Dus gehandicapt zijn, veel zorg nodig hebben. En daarvoor te zorgen dat ze toch een gezin krijgen en een plaats krijgen waar ze op kunnen groeien. Het idee voor de stichting is eigenlijk heel vroeg al ontstaan, van kleins af aan. Altijd kansloze arme dieren geholpen. En door de aanschaf van dit huis de kans gekregen om eigenlijk te zorgen dat er meer dieren geholpen kunnen worden en dat er plaats is om ze te helpen. Het is een fulltime baan. Dus eigenlijk dag en nacht gewoon gaat dan één stuk door. Het zijn natuurlijk kansloze dieren die veel hulp nodig hebben en waar veel geld in gaat zitten. Dus we zijn eigenlijk heel sterk afhankelijk van donaties van andere mensen. We zijn gestart met het helpen van dieren, maar de volgende stap en droom is natuurlijk om mensen en dieren samen te brengen. Vooral bejaarden, kleine kinderen en ze vooral te leren om met dieren om te gaan, zodat dieren niet meer in een asiel terechtkomen. Het is belangrijk om te weten dat we geen asiel zijn, maar een permanent thuis voor kansloze dieren die normaal gesproken op een andere plaats nooit geen kans hadden gekregen.